verwachting klopt ons hart. Dit is het weekend van de waarheid. De goedheilige man wordt geconfronteerd met de almaar stijgende begeerte van de tere kinderziel. En ook de kiezer is in angstige, klamme verwachting. Worden wij gedreven door hebzucht, door angst? Met deze vragen wordt het de hoogste tijd voor een echte wijze. Top-econoom en soefi, Johan Witteveen. Welkom. Fijn dat u er bent. Zo, ja. Johannes Witteveen is het, hè? Dat is eigenlijk de naam, ja. Ja. U bent 85 jaar, u bent soefi en econoom. U was twee keer onze minister van Financiën en daarna een hele tijd president-directeur van het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Ja. U heeft boeken geschreven over het soefisme en economie. Mm-hmm. Ik heb ze gelezen. Een wijs mens bent u en daarom ben ik blij dat u er bent. Want, wat moet ik doen? Woensdag gaan wij allemaal stemmen. Hoe moet een mens deze dagen bepalen wat wijsheid is? Dat is een mooie vraag, ja. Het is natuurlijk zo dat in deze verkiezingen het accent wel erg ligt op allemaal prettige dingen die de politici aan de Nederlandse kiezers aanbieden. Hier wat bij, daar wat bij, daar wordt er wat kosteloos gemaakt. Hè. Wat dat betreft vind ik het niet zo'n erg verheffende campagne. Aan de andere kant is het een eerlijke campagne waar allerlei dingen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Maar wat mij een beetje zorg geeft, is dat de meer extreme partijen links en rechts sterk groeien. Ja. En dat de partijen in het midden daardoor de neiging krijgen zich tegen elkaar af te zetten. Ja. Om niet te veel aanhang naar die extreme partijen te verliezen. En dat geeft het gevaar dat het straks heel moeilijk zal zijn een stabiele regering te vormen. Ja. Dat is in ons systeem altijd nodig. Ja. Ik denk dat een kiezer niet alleen moet kijken naar wat er voor prettigs wordt beloofd, maar ook wat voor combinatie nu werkelijk een stabiele en evenwichtige regering zal kunnen vormen. Nou, wat zou die combinatie moeten zijn? Nou, ik ben persoonlijk natuurlijk wel een voorstander van dat de huidige deur kan gaan. Ja. Maar ik zeg erbij dat ik het ook voordelen in zou zien als er weer een combinatie van CDA en Partij van de Arbeid zou komen. Want ja, dan krijg je een brede basis. Dan wordt een deel van die linkse aanhang toch ook weer bij het beleid betrokken. Mm-hmm. En dat kan zijn voordelen hebben. Maar bent u de man die kijkt naar de denkbeelden of let u ook op de personen die die denkbeelden nu alsmaar op televisie? Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, de personen. Denkt u dat u een personen goed kunt inschatten, zoals televisiekijker? Nou, dat is natuurlijk een verschil. Dat is altijd een moeilijkheid in de politiek tussen de manier waarop een politicus zich presenteert, het charisma dat hij kan hebben, en zijn gaven in het besturen. Ja, dat is nog iets anders. En ja, dat vind ik juist van een aantal van die extreme politici een heel groot probleem. Ja. Die spreken dan mensen aan omdat ze dingen zeggen, ja, extreme dingen waar een aantal mensen voor voelen. Maar die hebben waarschijnlijk helemaal geen capaciteiten. Dus dat charisma doet er eigenlijk niet zoveel toe. Daar moeten we misschien nu even doorheen kijken. Daar moeten we niet te veel aandacht aan geven. Ja, ik benoem u ook tot wijze omdat u soefi bent, hè? Aanhanger van het soefisme. Daar wil ik wat van afsnoepen. Ik wil uw wijsheid horen. Wat is soefisme? Soefisme is zuiverheid en wijsheid. Je zou kunnen zeggen dat het de zuivere wijsheid van het hart, niet van het hoofd en het denken, maar van het open hart, dat is heel belangrijk. En soefisme willen we ons ware wezen ontdekken. Niet alleen maar bezig zijn met de uiterlijke wereld, maar we willen vinden wat onze essentie is. En het soefisme ziet die essentie als wat we de ziel kunnen noemen, die een uitstraling is van de ene goddelijke geest die de hele schepping doordringt en die daar voortdurend zich in probeert uit te drukken. Maar het is geen godsdienst? Het heeft een religieus aspect, maar het is niet een nieuwe godsdienst. Want het soefisme zegt juist, alle religies die in de loop van de eeuwen gekomen zijn, hebben de mensheid willen brengen tot het begrijpen
van die goddelijke geest en het contact daarmee. Mm-hmm. Het beleven van de religie. En dat is voor de soefie het belangrijke. Niet dat je bepaalde geloofstelling aanhangt, maar dat je in je hart contact krijgt met dat mysterieuze goddelijke wezen, dat toch achter die hele schepping met al zijn verscheidenheid en al zijn conflict en al zijn problemen staat. En daarvoor moet je dan jezelf leren kennen en dus je aandacht ook naar binnen kunnen richten. Ja. Dat is heel belangrijk in het soefisme, zoals dat natuurlijk in alle religies een rol speelt. De mystieke kant van alle religies, die is daar ook op gericht. Maar dat is vaak vergeten. Ja. Vaak gaan de mensen zich helemaal vasthouden aan de vorm van de religie. De manier waarop er gebeden wordt, de manier van een eredienst, de rites en regels. Ja. En die zijn verschillend. En dan krijg je de religieuze conflicten die zo'n vreselijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en die nog voor problemen stellen. Ja, maar dus u zegt je geest leeg en stil maken om contact te krijgen met dat goddelijke wat wij allemaal bezitten. Ja. Ja. Dat lijkt bijna haaks te staan op economie, hè? Waar het lijkt nu net alsof economie bijna wordt geleid door angst en hebzucht. Ja, economie gaat natuurlijk om het zo goed mogelijk besteden van onze materiële middelen en die te verdelen over alle verschillende behoeften die we hebben. Daar gaat het over. Dus dat zijn verschillende dingen. Maar in het leven is het juist zo belangrijk om die bij elkaar te brengen. Sufi zegt, wij moeten zowel het uiterlijk leven moeten we doormaken, maar we moeten ook het innerlijk leven ontwikkelen. Dan pas hebben we een volledig leven. En dat is eigenlijk de bedoeling hier. Natuurlijk dat je actief bent in het uiterlijk leven, want daarvoor ben je in deze materiële wereld gekomen. Daar kun je iets bereiken, daar kun je iets creëren, daar kun je iets doen. Maar je moet ook het innerlijk leven ontwikkelen. En dat is het leven waarin je naar binnen keert en contact krijgt met die goddelijke geest. Dat licht, die liefde, die daarvan uitgaat. En die, naarmate je daar contact mee krijgt, je hele leven verandert. Ja. Dat is het mooie van het soefisme. Als je dat contact krijgt, dan gaat je, en het alziend oog, dan gaat de manier waarop je de wereld ziet, gaat veranderen. Je ziet meer licht. Je ziet meer schoonheid. Ja. Dus in feite is de gedachte van het soefisme dat de mens en de schepping goed en heel is. Misschien. Nou, ik zou het moeilijk kunnen beweren dat alle mensen goed zijn. Mm-hmm. Maar wel dat alle mensen in zichzelf het verlangen daarnaar hebben. Iets van dat goddelijk licht. Maar het is vaak ondergesneeuwd, helemaal bedekt geraakt. Omdat de mensen zo met die buitenwereld bezig zijn, daar hebben ingewerkt en zich identificeren met alles wat ze hebben beleefd en wat ze denken dat ze zijn. Dus ze hebben een vals zelfbeeld. Ja, een bepaald zelfbeeld. Mensen zoeken naar wat ze identiteit noemen. Wat is mijn identiteit? Hè? Ja. Dat is een begrijpelijk zoeken. Maar vaak blijven ze dan staan bij de buitenkant. Wat ze hebben beleefd, wat hun opvattingen zijn, tot welke groep ze behoren, welke religie enzovoorts. Een bepaalde persoonlijkheid. Ja, dat is mijn identiteit. Maar dan maak je de grote vergissing dat je wat eigenlijk alleen maar beelden zijn die in je bewustzijn, in je ziel weerkaatst worden, dat je dat voor de werkelijkheid houdt. Ja. Het gaat erom dat je gaat zien, dat is het niet. Dat is, wat het werkelijk is, dat is het bewustzijn dat tegelijk het goddelijke licht is in jezelf. Als je dat gaat inzien, dan verandert natuurlijk je manier van kijken naar het leven. En dan kun je ook in allerlei opzichten, ja, ook in je activiteit beter en heilzamer werkzaam zijn. Ja. Want als je ook het contact met dat innerlijk leven hebt, dat geeft evenwicht. Dat geeft rust. Dan kun je een constructief ritme bewaren, wat in het leven heel belangrijk is. En ja, je krijgt iets van dat goddelijke licht, waardoor je de vragen die in je leven zijn, de problemen, beter kunt doorzien. Maar nu heb ik de indruk, u zegt nu dat wij ons foutief identificeren met allerlei beelden over onszelf. Hè? Ik ben rijk, ik ben VVD, ik ben beledigd. Ik heb de indruk dat als mensen dat doen, ook kwetsbaarder zijn dan wat u doet. Ja. En ik wil even met u kijken om dat te illustreren.
Ja, dat maakt je kwetsbaar. Ik was dus aan het zeggen dat ik het zo niet gezegd heb.